Dirk Lucas, gefeliciteerd. Hoe groot was het feestje in de kleedkamer? Super groot, man. Super groot. Ontlading was super spannend, dus ontlading was groot. Kun je een beetje beschrijven wat er allemaal in de kleedkamer gebeurt op zo'n moment? Nou ja, iedereen is blij. Sommige, velen van ons hebben nog nooit de finale meegemaakt. En ja, dit is gewoon, dit is prachtig. Dit is heerlijk. Dansjes, gekkigheid. Ja, noem maar op. Van alles eigenlijk. Dus nou ja, vooral, het was zo spannend. Dus als je hem toch nog weet te pakken, dan is die ontlading super groot. Ja. Ja, laten we de wedstrijd snel vergeten. Meteen door naar de penaltyreeks. Want jij maakt zelf de 2-2 op een belangrijk moment. Dat eerst Alireza en Matthias hebben gemist. Wat gaat er door je heen als je naar die stip loopt? Nou, eigenlijk trainer vroeg wie er moest nemen. En er moest nog eentje en niemand wil eigenlijk nemen. En toen onze assistent trainer Zara, die zei, ja, jij neemt. En ik wil eigenlijk ook niet nemen, maar het moest. En nou ja, toen ik daar aankwam lopen, had ik geen spanning en dacht ik, ik ga hem erin schieten. En ik schoot hem goed. Heel goed zelfs. Dus, ja. Nee, ja, ik had geen spanning bij het nemen van de penalty. Helemaal niks? Nee. Schoot niks door je hoofd? Nee, daarvoor had ik spanning, maar toen ik naar de stip liep, had ik geen spanning. En zo gaat het echt na 120 minuten, dan wordt er gevraagd wie wil hem nemen? Of wordt dat van tevoren, voor de wedstrijd eigenlijk al? Nee, ja, we kwamen na die, even kijken, naar die verlenging en kwam Dennis Haar van wie wil hem nemen. En er waren volgens mij 2-3 boys die gelijk zeiden van ja en de rest die was een beetje terughoudend. Dus uiteindelijk werd ik nog gekozen en heb ik hem benut, dus daar ben ik heel blij mee. Belangrijk weer. Jawel, jawel, jawel. Want toen stonden we 2-1 achter. Als jij hem niet maakt, dan is het gespeeld. Ja, zo heb ik er niet naar gekeken. Misschien maar beter, want anders mis je misschien. Ja, nee, ja, ik wou gewoon scoren en dat heb ik gedaan. En dat is goed voor het team. En we gaan naar de Cup. En je hebt een mooi gebedje gedaan. Wanneer? Tijdens de penalty reeks. Oh ja, tuurlijk. Dat doe ik altijd. Ik geloof erin. Ik heb geloof in mijn geloof en klinkt een beetje raar, maar nou ja, dat helpt ook. En de keeper, die hielp ook vandaag? Ja, ik heb Tim even een paar cursus gegeven, man. Die echte penalty killer, zo zie je maar weer. 30 april, Vitesse, en dan? Gaan we hem pakken, gaan we hem afmaken. Geniet ervan. Dankjewel, man. De bekerwinst.